Goedemorgen, ik heet u van allen hartelijk welkom hier op de Open Monumentendag 2021. In het speciaal heet ik welkom burgemeester Visser, onze wethouder Knapen en onze ereleden die aanwezig zijn. Ben Kalshoven, Willem van der Plas en Kok Barnhorn. En natuurlijk ons eigen comité. We staan hier in het monument van de Franse school. Een prachtig bewaard monument in de neo-renaissantische stijl en gebouwd in 1883. Vandaag wordt hier een expositie tentoongesteld over de Blauwe Tram. Dit monument is een van de vele monumenten die zijn te bezichtigen. Een mooi monument die gelukkig bewaard gebleven is, iets wat steeds meer mensen zijn gaan waarderen. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor monumenten, waardoor deze behouden blijven of een nieuwe functie ingevuld krijgen. Dit zien we dan ook in het brugwachtershuisje op de Julianabrug. Nederland telt vele brugwachtershuisjes. En een groot deel daarvan wordt helaas niet meer gebruikt, omdat de meeste bruggen op afstand bediend worden. Afgelopen jaar werd de Julianabrug volledig gerenoveerd. Destijds is er besloten dat de brug geen functie meer zou krijgen, waarmee hij gesloten zal zijn. Wel heeft het brugwachtershuisje als erfgoed bewaard gebleven, tot grote vreugde van vele lokale bewoners. Het heeft nu een maatschappelijke functie gekregen. Het huisje is nu een verkooppunt van lokale producten en initiatieven. Daarnaast biedt het huisje plaats voor foto's van toen en nu van de brug. En dit is dan weer een brug voor mooie verhalen uit het verleden. Gisteren is onder de grote belangstelling het huisje officieel geopend. Wat inhoudt dat hij vanaf vandaag voor het publiek geopend is en te bezichtigen is, waar wij als comité erg blij mee zijn. Waar wij als comité ook blij mee zijn, is dat we ook dit jaar weer een nieuw monument bereid gevonden hebben om deuren te openen. Vorig jaar wilde het monument ook al meedoen, maar door de pandemie en de beperkte ruimte was dit helaas niet mogelijk. Maar gelukkig is het dit jaar wel gelukt. Het gaat om de karakteristieke Villa Duinoord, oftewel voor iedereen bekend de Theemuts. Hij staat op een mooie plek aan de zeeweg en valt op door het rode hoge dak. De eigenaar, Ton Verheijen, is zelfs architect en kan veel vertellen over dit mooie pand. U bent van harte welkom vandaag tussen 1 en 5 uur om dit te komen bezichtigen. Blij zijn we ook dat het gemeentehuis van Katwijk weer zijn deuren geopend heeft. Door een enthousiaste vrijwilliger zal er een rondleiding plaatsvinden. Iets wat zeer gewaardeerd wordt door de bezoekers. Ik kan nog lang doorgaan over de vele monumenten die vandaag geopend zijn. Maar ik denk dat het beter is dat u ze persoonlijk gaat bezoeken. En wij als comité wensen u dan ook vandaag heel veel plezier hiermee. Zometeen zal de officiële opening plaatsvinden door de burgemeester Visser, de wethouder, meneer De Best en mij als voorzitter. Maar voordat we deze opening doen, wil ik het woord geven aan de burgemeester. Dames en heren, het is mooi dat we weer bij elkaar kunnen komen in zo'n gezelschap voor de opening. Dat hebben we lange tijd niet kunnen doen. En het is mooi dat we als liefhebbers van erfgoed bij elkaar zijn, want daar hoor ik ook toe. Want als ik op vakantie ben, dan zeggen mijn kinderen plagend, gaan we nog kerkjes bekijken? Nou, dan is het voor hun dus wat minder. En ik geniet daar juist met volle teugen van, want ik vind juist die architectuur, de kunst, soms de grafmonumenten in zo'n kerk heel bijzonder. Maar niet alleen kerken, ook gemeentehuizen, torens, oude ziekenhuizen, scholen. Daar kan ik enorm van genieten als die inderdaad een mooi ontwerp hebben en met aandacht voor de toekomst, zou je bijna kunnen zeggen, zijn gemaakt. En ik heb die liefde niet alleen voor dat erfgoed, maar die deel ik ook met andere collegeleden. Meerdere collegeleden, maar hier is natuurlijk wethouder Knapen die dat ook volop uitdraagt. En gelukkig veel meer mensen. Bijvoorbeeld mevrouw Yvonne van den Anker, maar ook de andere bestuursleden van het comité Open Monumentendag. En al die andere vrijwilligers die hier aanwezig zijn. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor die mooie krant die we ieder jaar weer in de bus krijgen. En ze hebben ook gezorgd voor het mooie programma van vandaag. En dan zijn er ook nog al die mensen die hun huis openzetten. Dat zijn natuurlijk ook een beetje vrijwilligers. Ook zij en jullie allemaal bedankt voor al die energie die je steekt in Open Monumentendag.
En de slogan van dit jaar, mijn monument is jouw monument, is ook wel tekenend. Want eigenlijk zijn monumenten een beetje van ons allemaal. Niet alleen van degene die het bezit of die het beheert, maar die draagt het ook weer over na een bepaalde tijd. En je hoopt natuurlijk dat zo'n monument eeuwen staat. En dan is degene die er nu woont de rentmeester die ervoor zorgt dat het goed wordt bewaard. Monumenten zijn niet alleen dingen die we kunnen zien, maar soms ook dingen waarvan we weten dat ze er geweest zijn. En een heel mooi voorbeeld hebben we natuurlijk in de gemeente. Afgelopen zomer is de Neder-Germaanse Limes, de vroegere grens van het Romeinse Rijk, is werelderfgoed geworden. Het heeft de UNESCO-status gekregen. En daarmee zijn het Valkenburgse Kastellum en de Woerd tot de top van de culturele monumenten wereldwijd gekomen. Daar zijn we heel trots op. Alleen de vraag is, hoe maak je dat nu zichtbaar, dat we op zoveel mooi cultureel erfgoed wonen? En daar wordt volop over nagedacht. In de oude Redschuur is een expositie gaande, ook vandaag, ook nu te bezoeken, om zichtbaar te maken en beleefbaar te maken op wat voor bijzondere plek we eigenlijk wonen. En er zijn meer monumenten waar je je verbeelding even moet laten spreken. En dat geldt bijvoorbeeld bij al die foto's waar we nu tussen staan. Dat is namelijk het rijdende erfgoed, de Blauwe Tram. En daar heb ik al veel over gehoord. Ik woon hier natuurlijk te kort om dat zelf allemaal meegemaakt te kunnen hebben. Maar als ik alle verhalen heb gehoord, dan moet dat bijzonder indrukwekkend zijn geweest. Hoe die hier door de smalle straatjes in Katwijk ging, maar ook in Rijnsburg. Nou, de namen van de straten herinneren er nog aan, de Tramstraat, de Remise. Dus er is zeker nog wat van over, maar voor de rest is het natuurlijk ook veel verbeelding. En die beroemde blauwe tram, die bracht heel veel. 140 jaar geleden reed de eerste tram van Leiden naar Katwijk. In 40 minuten ging dat. En dat was echt een enorme vernieuwing. Hij bracht bezoekers naar Katwijk. Hij bracht toeristen hier. Katwijk werd van een vissersplaats ook een badplaats. En 7 oktober 1960 kwam er aan dat tijdperk een einde. Maar de nostalgische herinneringen leven nog steeds voort. En het is heel mooi om te zien dat er ook nog allerlei stichtingen bezig zijn om de herinnering levend te houden. Bijvoorbeeld de nieuwe tram zag ik op internet. Vandaag zijn er bijna 30 monumenten opengesteld en dus ook te bezoeken. En daaromheen zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Je kan er wandelen, je kan rondleidingen krijgen, je kan zelf rondkijken. Dus hartstikke mooi, fantastisch dat zoveel mensen dat met elkaar doen vandaag. Genoeg om te bekijken, te doen, te beleven en door te vertellen aan de volgende generaties. Zodat die er ook van blijven genieten. Ik wens u een fijne dag. Ja? Kijk er eens aan. Helemaal goed.